ik hoop dat de koffie heeft gesmaakt. We gaan verder met de volgende presentatie. Dat zijn onze resultaten. Dat zijn onze resultaten. We gaan het vanavond hebben over vier onderwerpen. Is de presentatie verdeeld, aanleiding tot het onderzoek. Dus waarom hebben wij onderzoek gedaan? De onderzoeksresultaten en hoe wij deze onderzoeksresultaten eigenlijk toepassen in de praktijk en uiteindelijk dus een afsluiting. Maar allereerst is even een aanleiding voor het onderzoek. Onze hoofdverleider was Jelze Networks. Erik Leijnagevoort, die u net al zag, was onze begeleider van het bedrijf. Dus die heeft ons 20 weken lang begeleid daarin. Ze hadden de behoefte om marktgegevens te krijgen. Van de markt en specifiek de bereidbaarheid. Dus wat is men bereid om fysiek en wat is men bereid om financieel bij te dragen voor aanleg van glasvezel in het buitengebied. En daaruit hebben we een business model gekoppeld van welk model daar nou het beste bij past. De onderzoeksresultaten hebben we opgebouwd uit vier onderdelen, de onderzochte gebieden. Dus welke gebieden hebben wij onderzocht. De huidige situatie, dus hoe is het nu eigenlijk in het buitengebied, wat vindt men ervan? En de beweegredenen en uiteindelijk ook dus de bereidheid. De onderzochte gebieden, wij hebben drie bewonersinitiatieven bereid gevonden om mee te doen aan het onderzoek. Dat zijn de bewonersinitiatief van Epe, Putten, Wapenveld. We hebben zelf ook een initiatief opgestart en dat is de website sluitaanietuit.nl. In totaliteit zijn dat 1300 huishoudens die dus zich bereid stelden om mee te doen. 700 mensen hebben gereageerd op de enquête, dus dat is wel echt een heel hoog aantal. Daar zijn we dus wel heel erg blij mee. Het onderzoek is daarom ook representatief. We kunnen het ook een wetenschappelijk onderzoek noemen. De gemiddelde leeftijd, zal ik direct maar eventjes vermelden, ligt een stuk hoger dan dat jullie normaal gesproken denken. Normaal gesproken denkt men... de gemiddelde leeftijd is 25, 24, maar de gemiddelde leeftijd van ons onderzoek is 52. Dus die mensen hebben geen huis in buiten. 91% is een meerpersoonshuishouden en 32% gebruikt het penseel bedrijfsmatig. Dus dat is ook interessant voor een speciaal businessmodel om dus deze bedrijven ook te voorzien van een glasvezelaansluiting. De huidige situatie komen op. Die hebben wij verdeeld in vier onderdelen. Het systeem, dus via welk systeem maakt men gebruik van dus televisie, internet en telefonie. Welke providers sluiten zij daarop aan? Wat voor maandelijkse kosten hebben zij om dus deze diensten te krijgen? En zijn ze überhaupt tevreden over de huidige situatie? Het systeem, nou, zoals ik net al zei, televisie, internet en telefonie. Bij de televisie zien we... dat 59% gebruik maakt van de schotel. Nou, dat is 6 op de 10, dus dat is een vrij hoog aantal. We zien ook dat Digitenne met 19% toch echt een deel in de markt heeft. En een klein deel van 10% is kabel. Dat zijn vooral bewoners die net in het buitengebied wonen, die dus nog de mogelijkheid hebben voor een kabel aansluiting. Dan gaan we verder naar het internet. Dan zie je dat 88%, dus bijna 9 van de 10, mensen gebruik maken van ADSL. Nou, dat is dus gewoon echt de meerderheid. En wanneer we kijken dus naar telefonie, is dat iets kleiner. En dat is vooral, dat zit vooral in het overige gedeelte, omdat men vaker geneigd is om dus naar een mobiele telefoon te grijpen in plaats van dat ze dus de vaste aansluiting als ADSL kiezen. De providers. De providers die daaraan gekoppeld zijn aan televisie is Kanaal Digitaal, is de grootste marktleider. Dat is dus ook de provider die dus schotel aanbiedt. En we zien daar KPN en dat is dus de provider die dus Digitenne aanbiedt. Internet is KPN hier het grootste. Nou, die heeft het meeste aandeel in, dus, in het ADSL gebeuren in het buitengebied. We zien hier ook, net zoals bij telefonie, dat de overige gedeeltes hier heel groot zijn. Zoals net ook al van rechtgevaarlijk aangegeven werd, dat er gewoon heel veel providers zijn op de markt. En bij internet en telefonie is dat in het buitengebied dus ook heel erg veel. Dus er zijn 1-2% zijn allemaal kleine providers die daar dus ook in meedoen. Dan kijken we naar de maandelijkse kosten. We hebben dus van elk buitengebied hebben gekeken van wat betalen zij momenteel voor de diensten. Epe komt op 72 euro, betalen zij gemiddeld per maand.
voor dus internet, tv en telefonie. Putten betaalt €69, Wapenveld €67 en sluit aan en uit. Dus de website die we hebben opgericht betaalt €68. Maar we hebben ze ook direct gevraagd van wat wilt u nou eigenlijk betalen? Wat wilt u meer betalen voor die diensten? Wat wilt u meer betalen voor dus als u glasvezel, dus die diensten krijgen door middel van glasvezel? Daar komt hij op €74 uit, dus dat is, nou, er zit niet heel veel verschil in. Dat blijft een beetje gelijk. En als we kijken naar Putten, die blijft helemaal gelijk, dat is €69. Wapenveld gaat zelfs ietsjes omlaag, naar €65. En sluit daar niet uit, komt er ook op €65. Dus we kunnen eigenlijk wel een beetje concluderen dat voor de diensten wil men niet maandelijks meer betalen. Voor de aanleg, dat is een ander verhaal, maar voor de diensten is dat dit bedrag. Kijken we dus naar de tevredenheid. Dat is ook een heel belangrijk iets. Als men tevreden is, dan is er ook geen markt, dan zijn ze ook niet bereid om over te stappen naar iets anders. Is men tevreden? Ze hadden een keuze tussen 1 en een 10. Dat is een soort van rapportcijfer, mochten ze geven. En de televisie komt uit op een 6,8, dus afgerond een 7. Dus daar zijn ze op zich best tevreden ook. Kijken we naar het internet gebeuren, is het een onvoldoende, een 5,3. En telefonie komt op een 7,3, dus afgerond ook een 7. Dus we kunnen eigenlijk concluderen dat eigenlijk alleen het internet in het buitengebied een onvoldoende scoort. We hebben ons ook afgevraagd van nou, hoe komt dat dan? De mensen die de enquête hebben ingevuld, die konden dus ook dat motiveren, waarom ze dus dit cijfer gaven. En we hebben er 4 uitgepakt die een beetje de situatie weergeven van wat men vindt in het buitengebied. Lees ze maar even en dan... Dat weet u wel. Ja, ik ga van nu het woord overnemen. Dit zijn dus met name citaten van mensen die dus ontevreden zijn over internet. Je ziet ook dat bedrijfsmatig is men ontevreden of men wil thuis kunnen werken of thuis kunnen studeren. Lees je er 2? Lees je er 5? Nee, maar het wordt inderdaad voor de 1, 2, 3 gegeven. Ja. Houdt er nog een provider aan? Nee. Dus daar hebben we niet onderzocht. Nou, we gaan nu naar de beweging. Dus we hebben nu de huidige situatie gehad. En we gaan nu kijken wat is nou voor mensen een reden om dus de overstap te maken naar een glasvezelaansluiting. We hebben mensen hier een mogelijkheid gegeven, dus een aantal antwoordmogelijkheden. En uit de enquête blijkt dat er 3 toch wel duidelijk uitspringen. Men wil een glasvezelaansluiting voor sneller internet. Nou, dat is ook een logisch gevolg als we de rapportcijfers voor jou bekeken. De mogelijkheden die de toekomst biedt is aanwezig. En de hogere kwaliteit diensten. Dus een betere beeldkwaliteit voor televisie, een hogere sneller internet. Verder zien we ook wel aanwezig werk en studie. Mensen werken steeds vaker een dag of meerdere dagen in de week thuis. Of studeren de kinderen. Dus dat is ook een belangrijk punt voor mensen om die overstap te gaan maken naar een glasvezelaansluiting. Komen we nu bij de onderzoeksresultaten waar het allemaal om te doen is. De bereidheid van de bewoner in het buitengebied voor glasvezel. Die hebben we onderverdeeld in een financiële bereidheid en een fysieke bereidheid. Dus daadwerkelijk iets met de handen bijdragen. We beginnen met de financiële bereidheid. We hebben de mensen hier wederom een mogelijkheid gegeven van willen jullie eenmalig een investering doen? Hebben jullie een kosten bovenop de maandelijkse providerkosten? Of een combinatie van beide. Dus een deel eenmalig investeren en een deel maandelijks aflossen. We hebben onderscheid gemaakt per initiatief. En de eenmalige investering is het toch wel aanwezig. In Putten het meest, 63%. Maar gemiddeld genomen 59% is bereid om een eenmalige investering te doen voor de glasvezelaansluiting. Het maandelijks aflossen, dus dan praten we nog steeds over mensen die bereid zijn om een bijdrage te geven, is 29% aanwezig in Wapenveld, dus daar is iets sterks vertegenwoordigd. Maar gemiddeld genomen zo'n 20%. Die bereid is om dus wel extra kosten te betalen per maand, maar dat is dan voor de infrastructuur. Dus niet zoals Matthijs liet zien de providerkosten, maar echt de kosten voor dus de aflossing van zo'n infrastructuur. En de combinatie daarvan is het sterkste vertegenwoordigd bij sluiteindelijk uit, ons eigen initiatief. En over de enquête breed is dat 16%. De financiële bereidheid in totaliteit, dus mensen die al de mogelijkheid hebben zeggen ik wil niets betalen of en dan een keuze. Dit zijn mensen die bereid zijn om iets te betalen, tussen 0 en €2.000. 87% geeft aan dus financieel bereid te zijn om een bijdrage te leveren. 30% is dat niet. Dat kan zijn omdat ze bijvoorbeeld de mogelijkheden niet hebben.
En bij deze 13% zit wel een gedeelte wat wel zegt van nou, financieel lukt niet, om wat voor reden dan ook. Ik ben wel bereid om fysiek een steentje bij te dragen. En dan gaan we even per initiatief kijken van wat zijn nou de uiteindelijke bedragen die men wil betalen voor een glasvezelaansluiting. In Epe is men bereid om ongeveer €600 per bewoner te betalen voor een glasvezelaansluiting. In Putten ligt dat iets lager, €521 per bewoner. Wapenveld aanzienlijk lager, €388, precies ben ik dan 90 uit. En ons eigen initiatief, dat is afgerond op precies €500. En als je hier de gemiddelde van rekent, dan rekent je op €490. Dus wij concluderen dat men eenmalig bereid is om ongeveer €500 te betalen voor de glasvezelaansluiting. Nou, we hebben ook even gekeken, want er werd terecht ook opgemerkt van €500, en dat hebben jullie in voorgaande presentaties ook gezien, is niet genoeg om die infrastructuur te realiseren, dus om overal glasvezel in het buitengebied te krijgen. Hier een onderverdeling van de bedragen. 50% van de deelnemers die willen een bedrag tussen de 0 en de €500 betalen. Tussen de €500 en €1000 is 25% bereid om dat te voldoen. En meer dan €1000 is minder, dus 14% bereid om bij te dragen voor glasvezelinfrastructuur. We hebben gekeken van, zit er nou heel veel verschil in leeftijden? Zijn mensen op jongere leeftijd of op oudere leeftijd meer bereid om te doen in fysieke opzicht? Dan zien we een redelijke lijn. En ja, onze conclusie hieruit is dat ja, mensen die 40, 50 jaar zijn, over het algemeen iets vermogender zijn dan jonge mensen of weer oudere mensen. Ja, en die lijn zien we ook heel duidelijk hier terugkomen. Dus mensen die in de leeftijd van 40, 50 jaar zitten, op zo'n €600 per bewoner. We komen bij de fysieke bereidheid, dus een bijdrage echt met de handen, niet zozeer financieel, maar gewoon echt met de handen. We hebben gekeken, is men bereid om dat te doen? Nou, wij concluderen dat het wel het geval is. 66% is bereid om een fysieke bijdrage te leveren. 25% is dat niet bereid. En daaruit, uit de enquête bleek ook dat het percentage wat dus niet bereid is om een fysieke bijdrage te leveren, veelal oudere mensen zijn. Die bijvoorbeeld de mogelijkheden niet meer hebben, of mensen met een handicap die zeggen van nou, financieel wel, maar fysiek lukt maar gewoon niet. 9% het overige gedeelte die zegt van ja, ik kan niet wel of nee, ja of nee zeggen. Ik wil eerst weten wat dat financieel inhoudt, wat er dan voor mij gevraagd wordt en wat echt fysiek voor mij gevraagd wordt. Dus die zegt van nou, dat kan ik niet meer doen. Dan moet eerst moet concreter uitgewerkt worden. De fysieke bereidheid, waarbij mensen vragen of ze bijvoorbeeld zelf een sleuf willen graven of een loze leiding willen leggen. Nou, 38% van de deelnemers is bereid om zelf een sleutel te krijgen, dus dat is een aanzienlijk deel. Een loze leiding is men in 28% van de gevallen bereid, dus dat zijn op zich grote aantallen. Zoals juist ook zichtbaar, 25% is dat dus niets, om wat voor reden dan ook. En het overige gedeelte is 9%. En hetzelfde sleutelgraven en loze leiding leggen is dus vanaf de openbare weg tot aan de woning, wat uit iedere presentatie zo bleek een heel kostbaar gedeelte van het totaal geval is. De fysieke bereidheid per leeftijd, we hebben ook gekeken of daar grote verschillen in zitten, en dat zijn wel verschillen. Tot met 65 jaar is gewoon het gros bereid om fysiek bij te dragen, dat zit op 75-80% ongeveer. En op het moment dat je 65 jaar of ouder wordt, dan ja, zie je dat in één keer omdraaien. En dat heeft dus gewoon niet zozeer te maken met de bereidheid, maar gewoon onmogelijkheden die op die leeftijd dat vaker een rol spelen. Nou, we hebben ook gekeken van wat is nou de bereidheid in totaliteit. Dus is men bereid financieel iets bij te dragen, fysiek of zelfs allebei. En dat is dus de willingness, niet zo'n toupee, maar gewoon de willingness in het buitengebied. En dat is fantastisch, 96% om van de gewone manier dan ook iets bij te dragen om die glasvezel kabel thuis te krijgen. Nou, dan komen we nu naar de toepassing met de praktijk. En deze resultaten, en wat kunnen we daar nu uiteindelijk mee in de praktijk? Er zijn heel verschillende businessmodellen te bedenken. We hebben vijf, willen we heel kort even toelichten. Dat is een model van privé-investeerders, gelieerde bedrijven, dus bedrijven die belang hebben bij een aansluiting in het buitengebied. Een retail-model, een coöperatief model, daar verwacht Henk daar zo meteen het een en ander over toelichten. En tot slot subsidies, dus waarbij een overheid betrokken kan worden. Nou, privé-investeerders, wij stellen uit ons onderzoek dat de bewoner bereid is om privé-investering te doen. Het grote voordeel daarvan is dat je gewoon die kosten dus kunt verdelen. Zoals zo straks rechtvaardig bezichtbaar, investeert tot een bepaald bedrag. En het overige gedeelte wat dus nodig is, zou dan aangevuld kunnen worden door een bewoner. Bedrijven, 32% zoals we eerder aangeven, is bedrijfsmatig actief in het buitengebied. Die willen gewoon heel graag privé ook investeren, omdat ze concurrerend willen blijven. En in de nabije toekomst ook mee willen kunnen blijven doen als bedrijf in zijn of haar markt. De gelieerde bedrijven zijn natuurlijk meer bedrijven die belang hebben bij glasvezel in het buitengebied. We hebben twee voorbeelden willen graag uitlichten.
Dat is Friesland Campina, die natuurlijk iedere dag melk ophaalt bij boeren in buitengebieden. Op het moment dat je een goede breedbandverbinding hebt in het buitengebied, zullen zij in staat zijn om veel beter te forecasten wat nou precies de productie is van die boeren. En kunnen ze besluiten om bijvoorbeeld een boer een dag over te slaan, omdat het niet nodig is om daar die dag langs te rijden. Daardoor kan Friesland Campina een stuk efficiënter werken en zal dat uiteindelijk ook kostenbesparing opleveren. Dus die zullen daar zeker belangstelling voor hebben. De gezondheidszorg, voor iedereen merkbaar denk ik, is op dit moment al niet eens meer betaalbaar. En laat staan wat over een paar jaar gaat gebeuren. Op het moment dat er een goede breedbandverbinding is, zal een arts hulp op afstand kunnen bieden. Dus die zal mensen via een videoconversatie te woord kunnen staan. En hoeft dus niet meer fysiek bij alle mensen, alle patiënten langs te gaan. Daardoor kan ook efficiënter gewerkt worden. En wij denken dat een stukje bejaardenzorg, mensen willen graag zo lang mogelijk op zichzelf blijven wonen, is volgens mij al een beetje gegeven. En met een goede breedbandverbinding denken wij dat je dat een paar jaar kunt verschuiven, dat mensen een aantal jaren langer op zichzelf kunnen wonen. Het RITA-model, dat is een model waarbij echt een fysieke inspanning wordt gevraagd van bewoner. Uit ons onderzoek blijkt dus dat die bereidheid er zeker is. Het voordeel is, zoals door Jelse, door Erik en door Jan Roel aangegeven, het laatste gedeelte van de openbare weg naar de woning toe is gewoon een heel kostbaar gedeelte. Vaak grote stukken en daar zit een heel groot gedeelte van de kosten. Dat wordt gewoon verminderd, dus het wordt gewoon veel interessanter om die aandacht te gaan doen. Daarbij kan ook een retailer, dus een elektronica-zaak, zou bijvoorbeeld een doe-het-zelf pakket kunnen gaan verkopen, waarbij dan een bewoner zelf die kabel gaat trekken en gaat aansluiten. Nou, dan heb je altijd te maken met een gedeelte wat dus of voor zichzelf gezegd niet technisch genoeg is of het niet wil. En je zou daarvoor een bedrijf kunnen inschakelen die dat dan gaat realiseren tegen de kosten voor je uiteraard. Nou, subsidies, zoals straks ook al even genoemd door rechtgever. Bij de privatisering van de energiesector zijn best wel veel euro's vrijgekomen. Waar het allemaal gebleven is inderdaad, is nog steeds een vraag. Dus is wel eens genoemd om dat inderdaad te gaan besteden voor glasvezel in het buitengebied. Volgens ons een nadeel, dit dan te maken met veiligheid, waar je dus geen invloed op hebt, of weinig althans. En waardoor je dus niet kunt spreken over van over hoeveel jaar ga ik die aansluiting nou krijgen. Dan ben je gewoon afhankelijk van lokale organisaties. Dus wij stellen toch wel op het moment dat je in de nabije toekomst een glasvezelaansluiting wil in het buitengebied, dat je van voorgaande businessmodellen moet gaan. Nou, dan zijn we bij de afsluiting. We willen allereerst Jelse Networks heel hartelijk bedanken voor de mogelijkheid om te afstuderen bij Jelse. Vervolgens Hogeschool Windesheim, ook in persoon van Adriaan Bo, die ons begeleid heeft tijdens het hele traject. En natuurlijk voor het mogelijk maken van deze avond, van deze zaal. We willen de bewonersinitiatieven in Epe, Putten en Wapenveld heel erg bedanken voor hun deelname. Want daardoor zijn we tot deze resultaten gekomen. En als er vragen zijn, dan kunnen jullie straks tijdens de borrel naar Matthijs of naar mij toekomen. Dan willen we die graag beantwoorden. Dat was hem. Even van de gelegenheid gebruik maken. Er is al applaus geweest, maar ik vind het een ongelofelijke prestatie wat Lars en Matthijs hier hebben neergelegd. En wat ze de afgelopen 20 weken hebben gedaan. Want als je kijkt naar hoeveel wij in het project zijn, we zijn echt daadwerkelijk aan het ontwikkelen bij leveranciers en in het project. En hoeveel inherente energie er in die twee jongens zitten. Om gewoon zelf dingen op te pakken, zelf te bedenken hoe zaken geregeld zouden moeten worden. Het is echt prijzenswaardig en ondernemers in de dop, zou ik zeggen. En nogmaals een enorm applaus voor wat jullie hebben gedaan.